om te beginnen die actie van Eto'o. Die actie van Eto'o, heel mooi. Eerst de spits die tegen hem verdedigt, dan krijgt hij hulp. 2-1 situatie waar hij winnend uitkomt en dan heel goed aflegt. En dan is het Choco Moting die die bal naast het kader trapt. Ja. Daar zat meer in schitterende actie van Eto'o. Een van de enige winnaar. Ja. In dit kon of moest beter. Ja, dat weet ook de bondscoach Paul Le Guin. En dan Japan. In Japan met een kans, het schot gelost door de keeper en dan Okazaki die in de rebound tegen de paal trapt. Ja, het was eerst Hasebe die loste en dan iets te scherp die hoek voor ja, en dit is een schitterend schot. Bia, dit verdiende eigenlijk beter als Winkelaar. Dat is geluk van de dag dat hij aan de kant van Cameroen zit dan. Ja, en op het einde dan nog zo dadelijk gevaar voor Cameroen. Ja, hier die prachtige bal op de lat. En dan hier dat gevaar nog helemaal op het einde in de 2-3-90ste minuut. Ja, de redding van de keeper was al afgefloten. Misschien gevaarlijk spel van een van de spelers van Cameroen. Niet echt onhoudbare bal krijgt hij echt zonder veel gevaar toch nog te pakken. Maar ja, goed moment.